Hallo guys, welkom bij Lightroom Basics 2. Vandaag is het de tweede versie dus. En ja, het is weer Tech Thursday, dus rol de intro. Oké, dus vandaag gaan we het hebben over Lightroom Mobile. De keuze dat wij gemaakt hebben voor Lightroom Mobile deze keer te gaan, is eigenlijk omdat het gratis is, dus iedereen kan het downloaden. En tegenwoordig, ja, veel mensen willen toch wel een mooie banger voor op Instagram, dus daar gaan we jullie zeker en vast mee helpen. Of toch proberen. En we openen eigenlijk dus al direct Lightroom dan. En dat gaan we hier doen, dat vindt zich rechts beneden. En dan komen we al direct eigenlijk in onze bibliotheek. Zoals jullie zien, heb ik twee foto's hierin staan. Dat is een speciale map ook voor deze tutorial. Eén foto is van de hond, bij iemand die is getrokken. Dat is van Zobba en is op onze Canon getrokken. Interesting fact. En om te beginnen gaan we dus eigenlijk beginnen bij de basics. Mathies heeft jullie al uitgelegd over het lichttabblad eigenlijk en over de curve. Nu, er zijn eigenlijk vier soorten curven. Je hebt de algemene curve, dan de rode curve, groene curve en een blauwe curve. Deze staan allemaal voor verschillende tinten die je kan opbrengen in de foto. We gaan nu proberen eigenlijk een mooie tint te creëren in deze foto om enkel de curves te gebruiken. En wij doen dat eigenlijk altijd volgens de S. Je gaat hier zien dat ik de shadows een beetje omlaag ga trekken. En eigenlijk mijn hooglichten terug een beetje omhoog in de rode tinten. En hier ook helemaal beneden, omdat ik eigenlijk wel wat hou van zo'n uitgeblazen look. Zo'n beetje een waas die erop zit. Past ook goed bij de foto, want de foto is getrokken in de winter. Dus dat is wel een stijl waarvoor dat we kunnen gaan nu. Dan gaan we een beetje minder groen te krijgen, want als we de slider omhoog gaan, gaat het echt te veel groen worden. Dus we gaan een beetje minder groen proberen te krijgen om de zwarte vacht van Zobba een beetje meer te highlighten. Weer dezelfde uitgeblazen look een beetje proberen te creëren. En dan gaan we naar de blauwe. De blauwe gaan we exact hetzelfde doen. Enkel iets meer omhoog zitten in de shadows, omdat de shadows hier toch wel die coole vibe geven aan de foto. De highlights kunnen we terug een beetje omhoog blazen, zodat toch weer echt dat mooi cool naar boven komt. Als we nu dus kijken naar onze foto, voor en na, kan je doen door lang in te houden, by the way, op de foto zelf. Dan ziet men toch al direct dat we een coolere vibe gecreëerd hebben in de foto. Ik vind het persoonlijk al heel mooi. En ik heb nog voor de rest niks van belichting aangeraakt. Om het nu eigenlijk te laten zien dat eigenlijk als de foto goed getrokken is, je de belichting eigenlijk bijna niet moet aanraken, gaan we direct springen naar de kleur. Kleur is opgedeeld in temperatuur, kleurtint, levendigheid en verzadiging. Verzadiging trek ik altijd persoonlijk een beetje omlaag, omdat ik eigenlijk graag bepaal hoe sterk mijn kleur in mijn foto naar voren komt. Levendigheid trek ik altijd omhoog, omdat dit zorgt voor de diepte van de kleur. Wel belangrijk in mijn geval, omdat ik graag heb dat een foto punchy is. En ook niet overpunchy, dat het best nog natuurlijk is. En dat kan door de levendigheid een beetje omhoog doen. Dan temperatuur, daar gaan we eigenlijk de basis van onze kleur mee zetten. De basis van onze kleur is heel belangrijk voor andere kleuren. Als we te veel naar blauw gaan, gaan andere kleuren te cool uitkomen en gaan sommige kleuren zelfs niet pakken. Hetzelfde als we te veel naar het rood gaan. Je kan bij ons zien dat het van boven in Kelvin staat. Dat komt eigenlijk omdat wij een rood trekken. Dan krijg je een Kelvin. Hier gaan we een beetje meer naar beneden gaan, omdat we die coole vibe willen hebben. En dan gaan we eigenlijk naar de kleur tint trek springen. Door iets meer naar het paarse te gaan in de kleurtint, creëren we een tegengewicht met het blauwe. Maar uiteindelijk gaat het elkaar een beetje versterken. Dan duwen we rechtsbovenaan, hebben we een cirkeltje staan met al verschillende kleuren langs B en W, wat trouwens staat voor black and white. Tik daar even op
en dan kom je beneden, trek een kleurmix. Kleurmix is opgedeeld in kleurtoonverzadiging en luminantie. Kleurtoon is de toon die je kleur aanhoudt, wat best vanzelfsprekend is dus. En je hebt eigenlijk, kan je twee richtingen opgaan, ofwel gaan we helemaal naar het oranje gaan, ofwel helemaal naar het paarse gaan. En je kan het trek zien aan de hand van Matisse. Dan heb je verzadiging, en dat is de sterkte van de kleur. Die bepaal ik graag voor iedere kleur apart. Zo kan je bepalen wat heel hard in focus komt bij mensen en wat niet. En dan de luminantie is eigenlijk hoe helder of hoe donker je kleur komt. Hoe donkerder de kleur, hoe meer detail erin gaat zitten. Nu, uiteraard, bij te donker gaat al het detail weggeblazen zijn. Een heldere kleur kan soms helpen om iets te laten poppen. In dit geval zijn we bezig met Matisse in hand. Dus gaan we proberen eigenlijk de kleur lager, donkerder te creëren. En gaan we eigenlijk de verzadiging ook een beetje naar beneden halen. Als we dan kijken, rond Sobba is het eigenlijk van alles groen. Groen in Lightroom, in je foto's, is meestal opgedeeld in gele tinten en groene tinten. De gele tinten gaan we eigenlijk vooral slepen naar het groen, zodat alles eigenlijk een fel groen wordt trekt. Nog niet panikeren, dit blijft niet zo. Dan gaan we kijken dat de verzadiging een beetje naar beneden komt. En de helderheid ook. Zodat Sobba meer in focus gaat springen. Dan gaan we naar de groene tinten, waar het allemaal om draait. Die gaan we iets meer naar het gele sluipen. En de verzadiging ook een beetje omlaag gaan. Ik vind het persoonlijk mooier, omdat dan Sobba meer in focus komt. Je kan ook voor een andere richting gaan. En meer naar het blauwe gaan. Bij die groene tinten. En de verzadiging heel zwaar omlaag trekken. En ook de luminantie zwaar omlaag trekken. Ik kan hem ook heel veel omhoog trekken, maar dat vind ik persoonlijk nooit mooi. Dan gaan we naar de gele tinten terug. Dan gaan we daar eigenlijk een beetje corrigeren wat we eerst gedaan hebben. De kleurtoon bijvoorbeeld. Gaan we een beetje proberen te corrigeren hier. Als hij wil meewerken. Ja, voilà. Gaan we een beetje proberen te corrigeren. En iets puntjeer maken. Door iets meer geel terug toe te voegen. Ja, oké, voilà. Dan gaan we naar de oranje tint, want die hebben we net even overgeslagen. En dit gaat mainly Matisse in hand zijn. Helemaal naar links veeg, komen we eigenlijk in de rode tinten terecht. En als we dan gaan kijken naar Matisse in hand, ja, dat is echt letterlijk een rode hand. We gaan iets meer terug naar het midden sliden. Ik zit nu rond 15. Ik vind dat wel mooi, omdat dit een natuurlijke skin tone geeft. Aan Matisse in hand. We kunnen iets meer verzadiging gaan toevoegen en de luminantie een beetje omlaag trekken. Dan gaan we kijken. Kleurtoon van de blauwe tinten. Terug. Doet eigenlijk weinig, je kan het zelf zien. Doet eigenlijk vrij weinig. Het enige waar het eigenlijk vooral focus is, zoals een oog een beetje. Maar voor de rest doet het eigenlijk bijna niks. Dus dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Die primeert gewoon ook onze foto niet. Net hetzelfde met de blauwe tinten. Je kan enkel zien, zoals een oog, dat het effect verandert. En ik ga deze altijd een beetje meer naar het aqua zetten, omdat het een iets toffere vibe geeft aan de foto. Dan komen we bij paarse tinten, die wel iets doen. De paarse tinten zorg je eigenlijk voor een diepgang van je blauw, in dit geval. En dan komen we bij magenta. En die doet weer niks, zoals je duidelijk kan zien. Hey yo! Ik ben hier al serieus bezig, ja. Dan komen we naar effecten. Effecten hebben structuur, helderheid, nevelverwijder en vignet. De andere kan men eigenlijk nog niet duidelijk zien, omdat deze samengaan met vignet. Van het moment dat ik vignet aanraak, krijg ik ook de andere tevoorschijn. Vignet vind ik vaak mooi, zeker in deze foto, omdat het eigenlijk een moody vibe geeft aan de foto. Hoe meer ik naar links tik, hoe zwaarder mijn vignetting wordt. Nu, ik speel er zelf niet heel hard mee altijd. Dat is vooral omdat ik dit doe met een ander soort filter, mijn vignetting, dat ik meer kan bepalen waar
en hoe sterk hij komt. Want een vignet gaat over je hele foto en een lineair filter gaat niet over je hele foto. Dan, in deze foto is het heel belangrijk dat sobbels en ogen iets meer gaan poppen. Dus dit kunnen we doen met de helderheid tab een beetje aan te passen. Je kan ook zien dat eigenlijk de helderheid van zijn vacht omhoog gaat, omdat hier de zon of het licht eigenlijk op inviel. Dan, het nevelverwijderen gaat eigenlijk zorgen voor een heel uitgeblazen foto als we naar links gaan. En als we naar rechts gaan, heel zwarte details naar boven gaat brengen. Ja? Zelf hou ik wel van die donkere details. En ja, in deze foto past het ook gewoon heel mooi, vind ik. Dan gaan we dus een beetje meer naar beneden. Korrel raken we eigenlijk nooit aan, omdat het eigenlijk, ja, zoals je kan zien, echt korrel toevoegt aan de foto. En als fotograaf zijnde gaan we eigenlijk voor zo min mogelijk korrel, omdat korrel vaak wijst op ruis. En ruis willen we niet hebben. Dan gaan we eigenlijk hier een beetje kijken naar de hooglichten nog. Kunnen we een beetje aanpassen, een beetje versterken. Maar voor de rest is het allemaal vrij in orde. Dus ik ben al best happy met deze foto. Als we kijken naar de voor en na, echt wel een groot verschil. Volgende keer gaan we het meer hebben over selectieve bewerkingen. Deze maken je foto wel echt. Voor vandaag, dit was het. Like, abonneer, deel, zeg het tegen je vrienden, tegen je homies. En ja, dit was het. Ik hoop dat jullie veel hebben bijgeleerd. En ja, ik ben benieuwd om je Instagram bangers te zien. Daag! Tag ons zeker in je foto. Maak kans op een M&R-shirt. Bye. Bye-bye. Ciao, guys.